Het is absoluut niet de oplossing. Als je een van de oude dieren schiet, dan blijven de jongen over. En die hebben geen ervaring met jagen. Dus die gaan juist op hele gemakkelijke prooien jagen, zoals schapen enzovoort. Dit zijn de eerste beelden van de wolvenwelpen in het Drents-Friese Wold. Ze zijn gemaakt tijdens de monitoring van de roedel door het wolvenwelpunt. We doen de hele monitoring met een klein gezelschap van het wolvenwelpunt. We hebben alle sporen hebben we verzameld, alle drollen verzameld en prenten. En we hebben ook beelden gebruikt van de camera's die overal in het gebied hangen. En toen kwamen we al gauw op het idee in welke hoek ze ongeveer zouden moeten zitten. Toen zijn we daar gaan zoeken en toen hadden we behoorlijk snel de rendezvousplek. Want wat is dit voor een plek waar kijken? De rendezvousplek is een rustige plaats ergens in het bos waar de ouders de welpen achterlaten als ze gaan jagen. En vooral ook overdag, dat de ouders ook wat rust hebben. Want die jongen hebben natuurlijk altijd honger. En zodra de ouders daar zijn, dan worden ze natuurlijk lastig gevallen door de welpen. En dus overdag worden ze ook alleen gelaten. En ook wanneer de ouders gaan jagen. En het heet dan een rendezvousplek. En wat zien we op dit filmpje? We zien hier een reutje. Dit is een van de twee reutjes. De mannetjes dus. Die zijn ook iets donkerder dan het vrouwtje. En je ziet dat ze hier spelen. Er liggen hier een hoop stokken. En daar spelen ze mee. Want ze spelen gewoon graag. En ze spelen met alles. Straks zie je dat ze spelen met veenmos. Of. Ze zijn daar ook uren op een dag worden ze achtergelaten door de ouders. Dus ja, dit is wat jonge dieren doen. Slapen, spelen, eten. En het was mooi, want het was natuurlijk uiteraard een bizar droge zomer. En ze hebben daar zelf een waterkuil en die hebben ze gegraven om te drinken, want het is hartstikke warm. Zie, laat die erin, even drinken. En ze houden het watergat houden ze open en we zagen op de beelden dat er alles op afkwam. Boommarters, dassen, veel vogels. Er kwamen zelfs reeën voorbij, wat ook een prooi is, maar alles komt daarop af. Hoeveel zijn die jongen nou? Ze waren toen 3 maanden oud, dus ongeveer 12 weken. En zijn ze dan al een beetje zelfstandig? Nee, ze zijn nog compleet afhankelijk van de ouders. Ze schakelen dan ongeveer over naar vlees. In het begin, de eerste weken, wordt het vlees opgebraakt. De eerste 4 weken drinken ze alleen maar melk. En dan een week of 4, dan krijgen ze uitgebraakt vlees. En vanaf een week of 12... Nou ja, dan brengen de ouders gewoon vlees mee. En dan eten ze dat. En gaan die jongen er al wel een beetje op uit of blijven ze de hele tijd? Ja, ze gaan er wel op uit hoor. Maar het is vaak dan zo in de avond, dan wordt er even gehuild. Oftewel de hele familie even bij elkaar roepen. En dan gaan de ouders jagen en dan brengen ze vreten. Als ze iets vangen natuurlijk. Ja. Op dit filmpje zien we 3 welpen. Er waren ook 3 welpen in dit nest. We hebben geen idee eigenlijk, maar dit zijn in ieder geval 3 die overgebleven zijn. Het is vrij normaal dat de worpen groter zijn en dat 1 of 2 het of zo niet overleven. Kun je ze ook een beetje uit elkaar houden? Ja, zeker. Ja. Er zijn 2 donkere bij, dat zijn mannetjes dus, reutjes. En er is een vrouwtje bij hem, die is echt heel licht. Ja. Nu zijn het beelden van afgelopen zomer. Hè? Ja. Waarom komen jullie daar nu pas mee naar buiten? Nou, omdat wanneer ze zo klein zijn, dan opereren ze nog op een heel klein gebiedje. Dus het is wel belangrijk dat we de rust bewaren dan. Hoe ver zijn ze nu? Ze zijn nu echt al volwaardige wolven. Ze zijn nu even groot als de ouders. We hebben ze ook op beeld. En dan zie je echt dat ze zelfs nog wat groter zijn. Omdat ze hebben meer haar. De vacht is iets dikker en ze zijn nu 1,5 jaar oud, maar het zijn echt nu volwaardige wolven. En ze gaan nu ook langzamerhand met de ouders ook mee op jacht. En betekent dat, ja, hun ouders hebben een beetje een reputatie als schapendoders, hè? Ja. Leren zij dit nou ook van hun ouders? Nou ja, die kans die is aanwezig inderdaad. Dus het is nu wel de hoogste tijd om de handen in één te slaan en ons vee gewoon te beschermen. Want ze leren het jagen inderdaad, de fijne kneepjes, het leren ze inderdaad van de ouders. Nou, er wordt er ook veel gesproken over dat, dat de ouders maar afgeschoten moeten worden, hè? Omdat ze zoveel schapen pakken. Ik begrijp pakken. Het wel, maar het is absoluut niet de oplossing. Als je een van de oude dieren schiet, dan blijven de jongen over en die hebben geen ervaring met jagen. Dus die gaan juist op hele gemakkelijke prooien jagen, zoals schapen enzovoort. Daarbij komt nog wanneer je de reus zou wegschieten, de man.
van het gezin. Dan komt er vaak een vreemde man weer terug. En dat betekent dat hij ook met de dochter kan paren. Dus dan heb je twee nesten in plaats van één. Dus het werkt vaak alleen maar averechts. Gaat het goed met die wolven nu? Het gaat prima. Ze zien er bijzonder gezond uit. Ja, absoluut. Ja. Ja. We hebben ook beelden van de ouders. Dat ze af en toe een halve ree aanbrengen. Dus, ze eten dus ook heel veel reeën. Dus dat is ook prima nieuws. Absoluut. Ja, het gaat ze hartstikke goed. Die jongen die zijn nu nog bij de ouders. Hè? Hoe gaat dat nu verder hier? De meeste jongen vertrekken wanneer ze ongeveer 1,5-2 jaar zijn. Dus dat betekent volgend jaar pas. Het wil wel eens gebeuren dat ze wat omzwervingen maken als ze maat of 9 zijn. Maar dan vertrekken ze. En dat ze kunnen dus ergens hier in Drenthe ook een roedel stichten. Maar het kan ook in Duitsland zijn. Of, ja, dat is koffiedik kijken.